Ik heel even een soundcheck moet doen. Dat werkt, want ik neem het op een andere manier op. Ik ben niet helemaal tevreden over de kwaliteit van streamen via de PlayStation. Dus we doen het nu via een capture card. Waardoor niet het hele beeld gevuld is. Wat dan jammer is, maar wat wel beter beeld op zou moeten leveren. Hoofdstuk 6, met nog maar een handvol races te rijden, 3, heeft Alpha niet veel tijd meer om de benodigde punten te halen om boven hun rivalen te eindigen. Na mindere vorm de afgelopen races hoopt het team heel erg op een goede prestatie. Nou, dat hopen wij allemaal, denk ik. Nou, Ricciardo of laat Renault, dat wisten we al. 2 kilometer boven zeeniveau, dat is hartstikke fijn. Dat is niet heel goed voor de motor. Lucas Weber vindt Mexico te gek. Nou ja, pure winst natuurlijk. Ik heb ook oprecht het idee dat ik het op de monitor scherper zie dan op de tv. Maar goed, je kan niet alles hebben. En, yo Danny. Welkom. Ja, waarbij dat dan een hele goede vraag is. Maar goed, we gaan beginnen. Hoofdstuk 6. Ik weet niet hoeveel hoofdstukken er zijn. Dat is een uitzonderlijk goede vraag. Ik wou dat eigenlijk opzoeken voor deze stream. Dat ben ik absoluut vergeten. Dus dat is jammer. Maar ja. Wederom, hè, kan niet altijd 6 gooien. Laden is voltooid, dan zal ik maar op doorgaan drukken. Hè. Zou ook winst zijn. Oh, we zitten eruit. Oké. Nog 7 ronden. How's it feeling out there, Aiden? Yeah, good. I think we can start to push a little. Where's Casper? Ahead of you. Don't worry about Casper, Aiden. Let's just improve your current position. Yeah, copy. Hij klinkt ook een beetje moe moet krijgen. En net als in Australië is hier gewoon een kwestie van richting Casper Ackerman rijden. In Australië kreeg ik toen een kut zien en toen heb ik mis met Devin Butler. Dus ik ben benieuwd. Want algemeen hadden wij weinig struggles om tempo te rijden. Mexico is wel het eerste circuit waar ik nog niet gereisd heb in dit spel voordat ik hier naar Breaking Point aankom. Dus dat is nog even afwachten in hoeverre mijn tempo dat circuit is. Deze sector is met stuur al wat makkelijker dan met controle. Maar we komen vrij rap dichterbij aan de 3 man voor. Beste ronde ooit, dus ik zou zo dan, ik weet niet of het gaat volgens mij niet. Jawel. Nou, casual, ik zeg het nog maar een keer. Ik ga dit niet te vaak doen, natuurlijk. Dat kan een beetje lullig zijn, maar ja, één keer is dan. We hebben nog geen DRS. We hebben 10 seconden achterstand op Ackerman. Nou, dat is een pittige kwestie. We zien hier een haas rijden die op een ronde achterstand zit. Die zal dan ook eerst aan de kant moeten. Dan hoop je dat hij dat hier doet, inderdaad. Nou, dat ging niet te hard. Volledig de kuur uit kwam hem dan nog de bocht niet halen. Nou, er zitten nu een idee weg. Dus ik dacht wel vol aan, een beetje beurt die andere hier natuurlijk.
Honda P10, dat is knap laag. Nou, dan hebben we hier Vettel uit. Prachtig precies. Of precies niet, maar ik hoor hem te weinig. Dus ik weet het niet, ik ben raakte. Nou, deze bocht ging nu bezig. Ik zit heel erg de DRS aan op 6,8 achterman. Ik moet de DRS open. Ik kom alleen met een Ferrari hok niet echt dichterbij. Maar goed, gaan we hem buiten om in halen en dan kan ik weer een koffie. Nou, dit is een allerlei dagje tot nu toe. Dit wordt nu wel beter. Niet sneller, maar wel beter. Beter dan niet, maar goed. We zullen zeggen dat we voortgelijker zijn. Hè? Ik vond de deur die eigenlijk deze sector inderdaad wel iets prettig. Dan komen wij mooi dichterbij aan. Ricciardo hebben een paar tussen 62. We moeten dan wel opletten dat we niet achterin bij Ricciardo verkeren. Yes, dit loopt. DRS open. De Renault is niet zo snel als de Mercedes. Terwijl die had kracht, dus hij ging vrij laag naar nu. Mooi op tijd remmen, mooi de apex meenemen. Niet zo lang. En dan is ons volgende slachtoffer Kasper Akkerman. Een van de moeilijkste kwesties is ook dat ik de kutsteen niet echt goed kan verstaan. Nou, mijn soundbar systeem staat te ver weg voor... Oh, het is wel duidelijk voor iedereen die hier of thuis meekijkt dat Alfa Romeo en Aiden Jackson vandaag vastberaden zijn om goed te presteren. Daar heb je helemaal gelijk in. Zijn prestaties zijn beter geworden naarmate het seizoen vorderde. En vandaag rijdt hij perfect. Dit wordt een uitdaging voor hem. Nou, terwijl ze vol gas over het rechte stuk razen. Er is veel frictie tussen deze twee en zijn teamgenoot jaagt hem op. Laat hij hem staan. Hold position, Aiden. Zoiets heb ik nog nooit gezien op een circuit. Twee teamgenoten, wiel aan wiel. Hou het netjes. Millimeters naast elkaar, oh. Ze raken elkaar. Ze vliegen eraf. Het is een Hamilton Bottas, sorry Hamilton Rosberg moment. En we staan in de Tech Pro. Einde race. Bitter. We komen hier wel uit de auto, dus winst. We zijn boos. Ik weet niet wie de animaties van de banden in gemaakt heeft. Maar... De vizier staat open, maar de helm buigt op. Deur dicht. Kasper is er al. Zitten. Wat gebeurde er allemaal, verdomme? We hebben miljoenen in jullie geïnvesteerd. Miljoenen. En wat doen jullie? Jullie gedragen je als een stelletje schoolkinderen. Jij hebt dit jaar veel te bewijzen, knul. Maar je lummelt maar wat rond alsof je neus bloedt.
En wat jou betreft, jij hoort beter te weten. Het is gewoon walgelijk. Jullie moeten je allebei schamen. Brian, zeg maar niks. Zeg maar helemaal niks. Ik zou jullie allebei moeten ontslaan op staande voet. Onze kansen voor dit seizoen zijn verpest. Dit team is belangrijker dan jullie en jullie sneuwige kibbel. Gedraag je! Nog één keer en jullie liggen eruit. Hoor je me? Desnoods kruip ik de rest van het seizoen zelf wel achter het stuur. Nou, die is boos. En u allebei wegwezen. Oh, wat een kastbevol. Oké. Ga weg. Hey. Hey. En? Wat zei hij? Hij dreigt ons beiden te ontslaan. Doet hij niet. Daar gaat het niet om. Ik zal je met rust laten. Hoe gaat het met Lily? Weet ze dat ik veilig ben? Ja, ze zag je eruit klimmen. Ze is in orde. Ze is bij je moeder. Oké, mooi. Je hebt wel erger overleefd, weet je? Dat maakt het nog niet gemakkelijker. Misschien niet, maar je bent niet gewond. En hebt een familie die van je houdt. De rest is maar detail. Tot later. Nou, het is toch lief dat zijn vrouw even langskomt. Oh, we zijn op de vuist gegaan ook. Oké. Okay. Ja, wat een zootje. Nou, dat heb je goed, Devin. Ja, pittig. Pittig. Geen onderwerp voor Frederik, geen woorden voor. Ja. Een schande, ja, dat. Ja. Maar dat is lief van Lucas. En de interviews zijn afgezegd. Ja, logisch. Volgend seizoen. Oké. Okay. Australië, hoofdstuk 7, Q3. Nou, ik ben benieuwd. Ja hoor, daar zijn we weer. Klaar voor opnieuw een seizoen Formule 1. Sommige teams hebben vertrouwen naar de test, anderen zoeken nog naar antwoorden. Eens zien wat de toekomst voor ze in petto heeft, nu we gaan kwalificeren hier in Melbourne. Dus Aiden Jackson wordt 9e. Maar Alfa Romeo hoopt nog dat de jongeling een mooie positie kan pakken. Eens kijken wat hij ervan bakt. Teamgenoot Kasper Ackermann wist Q3 niet te halen. Hij redde het net niet. Op slechts 13 milliseconden. Je hebt gedaan wat je kon. Als ik vandaag als tweede naar buiten ging, zou ik die 13 milliseconden zo terugpakken. Waarom sturen ze me steeds als eerste naar buiten? 11e betekent niet het einde van de wereld, Kasper. Je wint die posities wel terug. Ja, zeker. Maar dat is niet nodig. 11e is normaal niet een vrij goede positie. Maar goed, wij blijven nou Ackermann volgen, geloof ik. Interessant natuurlijk. 1,2 miljoen volgers, oké. We worden gebeld door Zoe, onze vrouw is dat. Zoe, hey. Goedemorgen, papa. Lily, je weet dat het bij papa niet ochtend is, toch? Mama zegt dat je aan de andere kant van de wereld zit. Dat klopt. Papa is in Australië. Ik ben ondersteboven. Waarom vallen de auto's dan niet omlaag? Dat kan mama wel uitleggen. Kun je haar geven? Niet omlaag vallen, papa. Dat zal ik niet doen, Lily. Ik beloof het. Hey, de kwalificatie ging niet zo goed, hè? Ze stuurde mij als eerste naar buiten. Weer? Ja. Nou, in sommige van je beste races begon je in het middenveld. Ja? Ja. Trouwens, ik dacht dat je van uitdagingen hield. Lily, van de tafel af, nu. Tijd voor ontbijt. Ik moet gaan.
prima. Je gaat het super doen. Zoals altijd. Hou van je. Hou ook van jou. Nou, Frederik is wel weer... wat rustiger geworden. De pers is wat rustiger. Het blijft droog. En Lucas Weber is journalist tegenwoordig. Oké. Maar goed, we gaan naar de race. We starten als 11e. Ik weet niet of ik dan ook de start mag doen. Dat zou op zich wel leuk zijn natuurlijk. Start is niet mijn beste. We starten ook niet. We liggen nog steeds. Something's not right. Understood, Casper. We're on it. It's the gearbox. I've lost the gear. Push on, Casper. We're assessing. Just push on best you can. I'll try. Ja, we hopen dat de automatische versnellingsbak dat gewoon weer oppakt. Finish de race met een storing. Er is ook geen doelpositie. Ja, het obstakel gaat niet buiten, dus dat weerhoudt wel een beetje de DRS-acties. Ja. Nou, dan gaan we gewoon binnen door. Wel, duurt het daar gelukkig niet in. Dat is een bad, we liggen achter ons, op de punt. Jackson ligt achter. Zou dan nu het hele seizoen nog Akkerman buiten doen? Nou, die hebben we zo nog een halve vaker over vandaag. We hebben nog tempo, we rijden weg bij school. Nou, we zeggen dat we per se dichtbij komen naar rond, dat is moeilijk te zeggen, maar goed, deze race gaan we nu weer. Blijft wel een mooie livery vinden van Alfa. Ondanks dat we natuurlijk er niet heel gek veel van zien. Achtervleugel in het kader van mooi zwart is niet leuk. Dat was wat wijs, nog een weinig tijd verloren. Dacht de stand op Alonso was ongeveer een half in. Het zou mooi zijn als we dan nog steeds voor Jackson te rijden. Och, hegel.
weet niet wat daar met Alonso gebeurde, maar die had toch echt een dingetje. Net een tijd hier. En de volgende, want die Human Objection, die hadden we 8 seconden voor, dat valt nu wel. Ja, en waar gaan we pakken? Ik ga nog wel zitten de locatie, dat kan ook wel doen. Eigenlijk net het roepje, dat kan ik niet meer doen. Ja, toen moet ik van hij naar de DRS heet. Ik ben proberen bij de volgende rechter binnen door te steken. Kijk, dat ik nou zelf de schakelaar kan blijven achterhouden. Kijk, dat bedoel ik. Dan doe ik een keer niet te richten. Maar goed, ik kom er even bij. We zetten ernaast, we zitten ervoor, we hebben hem niet geraakt, daar tussen. Wat een mooie stoel erover deed. De Klerk uit zo op de harde band, dat is prachtig. En nog twee rondjes te gaan, gaan we daar niet meer aankomen. Dat is gewoon een kwestie van hard genoeg rijden en niet meer ingehaald en niet springen, want dat zal nog. Verder werd het geluid vrij vervelend in mijn baas Marl. Hoop ook dat we niet alleen dezelfde circuits gaan doen als in de eerdere 7 hoofdstukken van 6. Ook in de field of view, blijven van Akerman en hoop ik toch de Zandvoort moet vinden. Nou, nog één rondje te gaan. Jammer vandaag is het snel in, dan hadden we nog een snel verandering kunnen zijn. Maart 9e voor Alfa Romeo in 2021 is het eigenlijk gewoon een dag die we weer gaan. Dit is een ik kijk dan nog eens in de chat zit. Ja, dat moet je dan niet in de bocht doen. Max Verstappen heeft gewonnen, het is natuurlijk niet Bottas. Ja, op zich neemt het meest mee, zou ik denken. We hebben vandaag heel wat gevechten gezien op de straten in Melbourne. En ze hebben een fantastische zege behaald. Ja, dit vind ik dan minder interessant, eerlijk huishalve. Red Bull is onze winnaar vandaag.
Je had vandaag geen geluk. Daar moeten we over praten. Dus, dat was geen geweldige race vandaag voor jou, Casper. Kun je ons vertellen hoe het ging? Oké. Nou, ik ga in ieder geval positief blijven, want... Dit is de eerste race van het seizoen. Nou, afgezien van de duidelijke moeilijkheden met de auto ben je toch gefinished. Hoe moeilijk is dat om toch over de streep te komen met zulke problemen? Ja, niks aan te doen. Concentreren op het probleem. Dat is allebei waar. Dus in principe kun je van allebei de zaken wat zeggen natuurlijk. Het is een onfortuinlijke start van dit seizoen en vorig seizoen werd vertroebeld door de gespannen relatie met je teamgenoot. Hoe gaat het nu tussen jou en Aiden? Ja, ik wil weer een beetje passief-agressief zeggen dat het bij Aiden niet gebeurd zou zijn. Natuurlijk onzin. Bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Ja, compleet waar wat er gezegd wordt. Goed gedaan, Casper, dankjewel. Erwin. Baxen is vrij positief. Verrassend rustig. Ja, geen woord aangelopen. Devin Butler. Oké, dat is hem geen reet. Jimmy Broadbent. Ja, inderdaad, Jimmy. Inderdaad, versnellingsbak. Oké, Brian, Jeff heeft waarschijnlijk ook contact gezocht. We onderzoeken de versnellingsbak. Ja, dat mag ik hopen. Nou, Butler heeft dan wat over ons gezegd. Dat interesseert me dan ook weer niet. Bahrein. Casper Ackerman en Alfa hopen weer op te veren. Maar naarmate de race vordert, wordt het duidelijk dat zijn bandenslijtage kritieke niveaus bereikt. Oké. Ja. Ik ergens geen fan van ben is met versleten banden rijden, dus... Dat wordt wat. I'm losing grip. Understood. Can you box next lap, Casper? Box next lap. No, I need to come in now. It's quite bad. We've got Aiden coming in now. Just hold out one more lap, please, Casper. Isn't he a lap down? Yes, he's on a different strategy, though. Haven't I got priority? He's boxing now. Please hold off, Casper. Fine. No, I'm all over the place here. I'm coming in now. Must have been pretty urgent for Aiden, huh? Please be patient, Casper. There goes another place. And another.
Okay, let's go. Let's go. Dat zou wel dag realistisch uit. Okay, that wasn't ideal. Let's see if you can get a few places back, please, Casper. On it. De team is nog weer op de ronde achter. Maar goed, we hebben 6 rondjes. Ik heb ook niet helemaal waarom we dan in 8 uit 14 binnen willen komen. Dus we doen een 8 in maat en kunnen op een rondje. We liggen 11 en we moeten 8 worden. Nou, eentje daarvan is een kleiner waar we wel eens moeite mee hebben. Maar heel veel ligt er niet voor. De eerste keer dat we tegen Alonso gaan racen in Breaking Point. Behalve als ik in Australië niet goed heb opgelegd. Maar volgens mij hadden we daar geen Alpine tussen. Nou, ja, de AI is toch nog steeds niet heel van heftig. Dus de volgende week die jaar wel. We kunnen ook hebben. En Vettel in de Aston Martin. Deze Martin hebben we al wel gezien in Australië. Lando komt hier terug naar DRS. Dat is zonde. En de dames zijn vroeg genoeg dat ik het dan alsnog hier niet heb. Maar goed. We hebben hem gewoon nog een keer uit. Dat is geen probleem. Hij rijdt op een zachte grondband, dus daar zou je toch meer van hem verwachten dan dit. Achtste wordt in een Alfa Romeo en een kip en een kermisje. Ja, ik had niet verwacht dat ze daar Ricciardo wel in te halen, maar hoe dat ging niet heel hard. Het is niet echt een ideale bocht, maar oké. Ik ben hier bij een relatief goed. Ik ben hier om een 8 te blijven, die dan hier het beste punt van het team pakt wordt. Maar hij gaat erg goed aan de kant bestellen. Als Aiden Jackson dat straks dan ook maar doet. Aiden Jackson is dan iets realistischer voor alle paarden. Ik wil lekker achteraan. Hoe je naar 10 ronden op een rondje gereden wordt is mij een raadsel, maar oké. Dus kom op Ocon kunnen we misschien... Nog wel, ja zo. Haha, casual, boek er nog één keer, gewoon één per week. Al wat nog in is, gaat nou een tweede week. Oh, we hadden het over Ocon toen we toen nog een pakken met 17. En de IBRS op Jackson, die goed aan de kant gaat. Ja, aan de kant kun je die noemen, maar die voet langzamer weer mee. En dan is Vettel de objective voor deze race. En voor Ocon rijdt nog een Red Bull aan in de koers. Nou, voor mij kan nog Stroll ergens. Dat is klaar. Wederom als ik het goed ga, hij helpt hem niet ooit af. Ja, dat was een pittige lijn, maar het ging goed. Toen moesten we al de binnenkurve niet halen, maar wel gewoon hard doorrijden, dat past het goed. Ik heb ondertussen ook de snelste rondetijd. Thank you.
volgende rechterstuk zullen wij ook DRS hebben. Maar dit is nog wel een aardig afstandje tot Vettel, dus ik denk dat we hem hier al gaan pakken. Ja, bij Ricciardo dacht ik dat ook niet. Dat er opeens na. Dus alles is mogelijk. Hier kurk me uit op een jaar. Maar goed. Heel goed. Gaan we dan hier proberen in te halen. Dit is meestal een risico. Dus we blijven gewoon even achterhangen. Ook om die lijkt wat problemen te hebben. We gaan wat langzamer dan Vettel. Dan moet Vettel nog aanwezig. Ik zit er nog steeds naast. Maar ook omgaat van rechts. Dat wint. Dan kan ik er gewoon links voorbij. Ik wou insturen. Dat was wel een risico. En dit er nog naast. En ik ga weer rechts. Vettel met de Mercedes motor zit er ook naast. Die buik. Contact met Ocon. Ondertussen begint mijn computer te zeuren met KPN, dat is hij. Ik heb de chat niet meer, maar ik heb hem horen. En weer. Als Vettel heeft er zin in. Maar goed, als Vettel ons toch weer terugpakt, dan weer in een steeds hoger. We hebben nog 2,5 seconden op zee. Die op de harde band rijdt. Dan moeten we in theorie kunnen hebben dat vooruit gereden. De rest is op zich qua achterkant ook nog niet buiten. Nou, oké, dan moet ik het niet. Maar die rijdt op de medium, dus dan zou je denken dat hij een beter tempo kan rijden. Nou, hier hadden we een beetje bij de kut. Dat allemaal. Dat wint, dus hij wil allemaal af. Dan kom je ook een wijk uit natuurlijk. Dan zijn we net niet snel genoeg van DRS op de kut. Al ongetwijfeld wel voor een DRS op de volgende rechterkut. Als de rondetijd lijkt het een beurt te zijn, want ik ben echt niet opeens geweest van de langzamer in sector 3. Parkeren dan weer hiernaast. Nee. Dat gat was net te groot, maar we gaan steeds nog pakken. Dat was een risicootje, dat was goed. Dan zetten we hem hiernaast en dan hopen dat de Ferrari met DRS niet snel genoeg op het volgende rechterstukje. We waren nu hier in ieder geval wat even op. En dan accelereren wij mooi snel uit. Op onze medium compound is dat prima te doen. Ook Bottas heeft weer een keer een race gewonnen. Zo, wel P5 zeggen, dat was wat optimistisch. Een boeiende ontmoeting tussen Ackerman en Jackson in de pitstraat. Bas, zou dat voor meer wrijving achter de schermen kunnen zorgen?
Ackerman klonk nogal boos over de radio, of niet? Hem werd verteld dat hij de volgende ronde moest stoppen, maar hij kwam toch naar binnen. Dat was geen heldere beslissing. Neemt hij zijn persoonlijke wrok mee de baan op? Ik denk het wel. Ze ontzegden elkaar een heleboel punten vorig seizoen. En zoals het er vandaag aan toe gaat, lijken die problemen niet te zijn opgelost. Je kan de coureurs richting het podium zien gaan voor de prijsuitreiking. Een geweldige team, zeker. Ja, podium, andermaal interesseert het niveau. Wat mij voornamelijk interesseert is breaking point vooral. Een podium is al altijd dezelfde drie behalve als ik de hele race maar doe. Het bloed op mijn vinger. Voor ons was het echt een spannende race. Hoe voelde het voor jou? Gefeliciteerd naar die zware race vandaag, Casper. Voor iedereen die keek, leek het alsof er een conflict met de pitstrategie was. Kun je ons vertellen hoe het ging? Ja, de teamstrategie was fout, dat klopt. De compliment op de spieren achter het oor van gisteren, dat valt nu dan tegen. Het probleem dat we allemaal zagen vandaag was een teamorder. Maar weet je zeker dat er dit seizoen geen aanhoudende spanningen zijn tussen jou en Aiden Jackson? Nou, daar komen we vast wel uit. Over de radio leek je erg boos op je team. Men vraagt zich af of dat een onderliggend probleem aangeeft achter de schermen. Wat zou je daarop zeggen? Ja, team werkt niet op zijn efficiënt. Ook geen woord aangelopen. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Zullen we even kijken zo wat de fans ervan te zeggen hebben? Het zal wel niet bijster zijn. Ja. Respectabele eindplek is wel een goede analyse, denk ik. En door. Ik snap het niet, Zoe. Hij mag voor mij pitten. Ze geven zijn auto de enige nieuwe krachtbron dit seizoen. En hij mag achter me naar buiten in de kwalificatie. Dit joch is de nieuwe eerste rijder. Dat geloof ik niet, hoor. Waarom krijgt hij dan beter betaald? Daar ben je nog steeds boos over. Nee. Ik weet het niet. Misschien. Ik wou dat ik er nooit achter was gekomen. Het gaat niet om het geld, of wel? Ik ben oud. Je bent niet oud. Niet dit weer. Ik ben oud. Voor een coureur ben ik oud. Kom op, dit is je laatste seizoen. Je zei dat je ervoor zou gaan. Ik moet het ze nog vertellen. Wanneer ga je dat doen? Binnenkort. Oké, nou. Vergeet die Jackson intussen nou maar. Oké. En speel niet het slachtoffer, dat siert je niet. Ja. Hierna is Zandvoort, weet je nog? Iedereen zal je daar aanmoedigen. Dit is een thuiswedstrijd. Ik weet niet welke kalender ze volgen, maar Zandvoort is wel echt niet naar Bahrein. Dat is lief.
Heb je dat zelf verzonnen? Ik ben een geboren charmeur. Ik moet zeggen dat ik de verhalen van Casper eigenlijk beter vind dan die van Jackson. Verstappen kan nog wat van me leren. Je moest het weer verpesten. Ja, social media, vreselijke scènes. Ja, dat klopt. Een boemer momentje toen Ackerman te vroeg pitte. Serieus, gaan we zo beginnen. Topstrategie, ja, inderdaad. Maxime Zurt, Lucas. Nou, daar heeft hij een punt, dat is gevaarlijk. We hebben allemaal gezien wat er met Vettel gebeurde in Oostenrijk. 2018 geloof ik. En Benjamin Daly heeft ook helemaal gelijk, hier met Marduk. Nou, Frederik Vasseur vindt de interviews een beetje teleurstellend. Brian, ja, oké. En de pers heeft lucht gekregen van de dingen. Kijk, Zandvoort, lekker. Mechanische gebreken en frustraties over de strategie hebben Ackermans eerste races van dit seizoen beïnvloed. En nu we naar Zandvoort gaan, hoopt hij dat een thuiswedstrijd een wondermiddel zal zijn voor zijn recente moeilijkheden. Nou, we zien dat het een storyline-based ding is. Ja, zal het wel niet. We worden gebeld door Zoe. Zoe? Ja, papa? Hey, Lily. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb een tekening gemaakt. Oh, wel leuk. Oh, ja? Een tekening waarvan? Dat is geheim. Oké. Misschien wil je hem later aan me laten zien? Misschien. Ga je vandaag willen, papa? Ik hoop het, Lily. Hey, mag ik je wat vragen? Wat is de vraag? Wie is je favoriete coureur? Jij? Ik wilde het even vragen. Mag ik nu met mama praten? Nee. Oké. Dag papa. Dag Lily. Nou, Zoe horen we dan niet, maar Lily was ook erg geweldig. Meer vandaag van Casper. Oh, ze heeft gemeld. Oké. Milieuadviseur. Ja, dan moet je wel een man in de Formule 1 hebben natuurlijk. De dag van de race, dat zou betekenen, gok ik, dat we hem mogen starten. En als we de hele race mogen doen, dan is dit ook het laatste hoofdstuk die we deze stream zullen doen. Dan gok ik dat we daarna in nog één stream wel af gaan krijgen. Hoewel we tot nu toe gewoon drie races, drie verhalen hebben. Is afwachten. De Grand Prix van vandaag gaat bijna van start. We hebben een aantal coureurs die kans maken, maar er kan er natuurlijk maar één de begeerde hoogste trede van het podium pakken. Zandvoort heb ik ook nog niet gedaan. Ik heb er dus ook nog geen afstelling. Nu de race over enkele minuten start, willen we weten hoe het er beneden uitziet. De jonge superster Max Verstappen begint vanaf pole position. Max met Lewis Hamilton ernaast. En als we doorgaan naar de rest van de grid, hebben we relatief realistisch. Norris Leclerc voor Bottas, Sergio Perez en Bottas, Perez voor Bottas, Sainz, Ackerman Fernando Alonso en Daniel Ricciardo, Stroll, dat is Jackson, iets te ver naar voren, Esteban Ocon en Vettel. Nadelige kwestie deze race te hebben. En dan let's use that momentum and see what you can do out there. Dus de kans is groot dat dit dan volledig gereden mag worden. Het doel is podium. Nou, mijn doel is gewoon winnen. Als het doel dat wij het podium is en er gebeurt niks, dan moet dat wel haalbaar zijn. We hebben ook gewoon de medium band Q3 gehaald.
wel mooi natuurlijk. Hier hebben we een wijdere lijn het hoofdgebouw om te kunnen, maar dat was het. Oh, ja. Keivlak, lastig. En de request. Oké. Doei. Opnieuw. Ja, daar stuur ik ook gewoon te laat in. Het zou nog wind zijn geweest en dit keer een keer gered. Maar... er zitten nog wel binnenschoten achteraan van een mooie uitremactie. Toen wel gewoon, Bocca stuurt gelukkig niet in. We hebben het TRS niet geraakt op de volgende wielerkant. Ik zal het schadebeeld even aan, dus interessant verband. Nou, ik weet niet wat de AI hier doet, maar het gaat niet hard. Had ingehaald kunnen worden als ik laat durfde te remmen, maar je weet nooit wat de AI doet als je dit niet wil hebben. Toch lastig. Maar we zijn er voorbij op een vrij onconventionele plek. Dit stuk reden ze de eerste ronde gewoon lekker door, dus dan mag ik aannemen dat ze dat nu ook doen. Hamilton en Verstappen zijn al weg. Wederom iets te laat in de buurt, dat ik een beetje van heb. Hier heb ik altijd vrij vroeg, ik weet eerlijk gezegd eigenlijk niet waarom ik dat ook doe. Het is wel de moeilijkste bocht van Sakir naar mijn beschrijving. Nou, geef even gaslijn. Oké. We gaan erheen, dus we gaan hem weer gewoon naast hier. Deze ging wat soepeler dan Bottas. Had ook niemand voor waar ik rekening mee moet houden. Dan hebben we gewoon nu al 2,3 seconden achterstand op Hamilton. Die op Kleinburg de stappen niet helemaal bij gaan houden. Maar wou deze thuisrace toch eigenlijk wel gewoon winnen. Toen is het niet alleen Max en Akkerman die hier een thuisrace rijden. In 2021 weet ik het natuurlijk niet, maar in 2020 kon de Max hier rijden. Dat was, ik weet niet of dat daadwerkelijk zo verkoopt was dat hij anders kon, maar daar leek het wel op. Op altijd op dezelfde plek. Na de herkenning voor de combo. Hamilton zit nog net in de, net niet in DRS. Dan is het ook voor de volgende ronde pas, dus je weet nooit. Wij zetten wel een paar getijden in. Stel je toch eens voor dat je een breaking point scenario hebt met een race van 100%, dat is natuurlijk. Nou, snelste rondetijd. Dat is al mooi. En wat in de sprint in DRS-zone van de start, dat ik denk dat wij hier hebben kunnen gewoon inhouden. We gaan het buiten omproberen, dan gaan we DRS aanzetten, dan gaan we de turf en Hamilton. Ik kan wel wat afsnijden en dan zit er weer in. Dit blijft toch een moeilijk punt. Ik weet niet waarom ik dat zo moeilijk vind. Ik heb dat punt nog nooit moeilijk gevonden. Ik heb een rechte stuk zo meteen de stap inhalen, denk ik. En dan liggen we na 4 rondjes eerste in Alfa Romeo. Ik zeg het toch maar een keer, we hebben natuurlijk van 1.30 aan de race. Maar als Peter Akkerman nog niet, dan in zijn laatste seizoen moet hij natuurlijk wel met een klap uitgaan.
Vol DRS halen, hoppakee, DRS open, maar gaat een drukke richting de muur. En dan een drukke richting het gras, dat vind ik te agressief, maar we zijn niet gekregen. Nou, dat doen we. We zitten ervoor en dan is nu een kwestie van wegrijden voor de volgende DRS zone. Ik moet zeggen dat dit circuit wel een mooie flow heeft. Inhalen hier is een breaking point met de AI op niveau 50%, denk ik. Ja, niet heel lang. Normaal is dat een pittiger. Ik denk dat het in real life ook geen super interessante race gaat worden. Maar voor de chauvinistische Nederlanders hopen we dan maar gewoon op een thuissucces. Dan is dat nog de winst die wij eruit kunnen halen, zeg maar. Maar ik verwacht hier niet de mooiste races die we ooit gezien hebben. Ondertussen is in mijn huiskamer ook voor 28,5 graden met de zon er al vol op vanaf 8 uur vanmorgen. Dus als ik wat begin te hijgen, dan weet ik hoe dat komt. Ik had ook eigenlijk moeten lunchen voordat ik hier aan begon, dat heb ik niet gedaan, dus dat zit allemaal iets wat tegen. Ja, eigen schuld, dikke lucht, op de grond. Dat is echt gewoon een straat, ik vraag me dan ook stiekem wel af wat de pitstraten hier is. Of er nou ook mensen zijn die gekomen zijn om dan straks voor de hardband binnen te komen, nou joh. Hij zelf aan de race eindigt op de zachte band. Wij mogen binnenkomen tussen rond de 9 en 17. Ik denk dat als we rond de 9 binnenkomen dat het eind van de race nog wel relatief pittig was. Niet opgeslagen worden, dus ik heb vanmorgen al een race gedaan met de instellingen van deze carrière, dus dat ging iets te goed in mijn team en dan word je opeens derde omdat je 80% race. Maar goed, ja, daar doe je niks aan. Feit is, hallo allemaal, overigens welkom, gezellig dat we er weer zijn, dat ik even wat updates gaan starten die dan, omdat er heel veel tijd tussen de races zit, ook daadwerkelijk klaar zijn voor de race in Spanje. Spanje is moeilijk met curbstones en logischerwijs heb je online geen flashbacks. Dus ik verwacht dat wij laatste en laatste worden. Dat is een pijnlijke constatering. Ja, ik ben bang van wel, Davy. Oké. Ah, ik zie dat jij de updates hebt aan laten brengen. Ja, zeker. De eerste reliability upgrade is mislukt. De engine upgrade is mislukt. Maar ik heb ze wel gestart. Dus dat is winst.
gaan we gewoon, want we hebben weer punten gekregen natuurlijk, weer gewoon vrolijk verder met het opnieuw starten van de mislukte updates, die dan, want heel veel tijd tussen de races, nog steeds op tijd op de auto zitten voor de Grand Prix van Spanje. Nou, dan is de vraag, hebben wij nog genoeg punten over voor nog een upgrade? Het antwoord is nee, want wij hebben niet genoeg upgrades die we überhaupt mogen starten. Nou ja, doe je niks aan. Dus de auto is hoe de auto is. Supergoed, yes! Ja, en ik heb nog een tip voor als je minder penalties wil op je engine, Davy. Koop even een upgrade voor jezelf. Bij bedrijfsmatig een coureurs upgrade. Ja, dat moet je helemaal zelf weten natuurlijk. Help me dat even herinneren als we zo meteen klaar zijn met rijden. Want ik heb al over... Flashback nodig gehad. Komt het dan meteen? Ja, ik moet zeggen dat ik op zich wel weten wat dingen met deze. Ik ga wel een rondje. Ja. Duurt lang. Ja, dat duurt inderdaad lang. Om de simpele reden dat ik toch wil proberen om tussendoor wat extra ontwikkelingen te starten. Hoe eerder je start, hoe beter. En je krijgt natuurlijk wekelijks gewoon upgradepunten. Dus is winst. Jenne. Ja. Is dat bij mijn voordelen? Ja, dat had nog een Koreaans probleem. Ja. Oké, hoe? En dan vermogensmapping of de ontwikkelingsfeedback? Ik heb vermogensmapping, want jij haalt je programma's toch niet. Dus dan heeft ontwikkelingsfeedback voor jou weinig meerwaarde. Oké, gaan we doen. Ik verwacht, dat scheelt heel veel. Ja, precies. Ik verwacht oprecht gewoon 5 motoren te moeten gebruiken in het eerste seizoen. Dus pittig. Er is natuurlijk ook goed nieuws. Ik heb mijn pedalen aangepast. Dus behalve dat ik nu blauwe plek op mijn knieën krijg omdat daar het stuur op rust. Schuiven mijn pedalen niet meer weg tijdens de race. Dus dat is in principe. Dat is goed nieuws. Ja, dat wou ik zeggen. Nou, ondertussen zitten er wel degelijk updates op de auto, dus dat is ook fijn. Gaan we nog één keer nieuwe ontwikkelingen starten, want we hebben punten gekregen. Haha, bam, upgrade voltooid, lekker. Nou, dat is, die is te duur en de rest kan nog niet, dus dat is geen winst. Kunnen we de controle electronics al doen, dat is dan de vraag. Antwoord is nee, dus dan gaan we de ICE doen en kunnen we daarna hopelijk de controle electronics doen, daar heb je de meeste van nodig. Dus ik ben uiteraard eerst vrije training. Is een half uur, kun je niet skippen. Dus als je nog wil, dan stel ik voor dat je als kijker in ieder geval dat nu gaat doen. Ik ben net lekker ontbeten. Ja, ik ook. 3 boterhammen met corned beef. Je het in Nederlands uitgebreekt als de gemiddelde mens cornet beef. Dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Nee, gewoon koud gewoon uit de pakken als in de aanbieding. En de Instagram volgen van modelauto's hebben. Ik heb ook al mijn huis opgeruimd, ik heb mijn koelkast schoongemaakt. Het is fantastisch. 50 volgers op beide. Netjes voor zo, bijna trots worden op je. Nou, inderdaad, ja. Het is, ik heb natuurlijk vakantie nu, dus ja. Ik ben er niet zo heel gek veel te beleven in mijn leven. Mijn zus had op punt van bevallen, dat is wel leuk. Oh, die van mij ook? Oh ja, serieus? Nou, kunnen we misschien samen een feestje vieren? Ik zou zeggen, let's go MacRib. Ja, nee, daar zit dus één probleem in. Dat is, dat zou ik dus vandaag eigenlijk gaan doen met iemand. Maar in Duitsland moet je dus medische mondkapjes. Eén moment, Thomas. 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8. Bedankt voor het volgende. Hij doet automatisch mee met de winactie als je ook even bij Jenne en bij me de auto zet ervoor. Nou, Thomas 550, je ding zeg maar, die is al op mij gefollowd. Maar die moet dan wel even nu bij mij gaan kijken, want dat is beter voor de statistieken. Maar dat geheel terzijde natuurlijk.
Ja, jouw statistiek interesseren mij uiteraard dan minder. Nou, terug naar mijn verhaal, moet je dus medische mondmaskers in Duitsland en die heb ik niet. Dus tot zover het even van mijn gezicht vandaag. Oké, dat is wel jammer, want ik denk dat gaan wij volgende week even. Ja, maar volgende week mag sowieso niet meer, want vanaf morgen kom je in Duitsland niet meer in zonder een negatieve coronatest of twee vaccins en die heb ik nog niet. Oh, ik wel. Ja, precies. Dus jij kan met je corona-app naar binnen, ik nog niet. Dan ook gewoon autootje. Kijk, en jij hebt een diesel en degene met wie ik zo ga niet. En de dichtstbijzijnde McDrive is 3 kwartier rijden. Sorry, 5 kwartier rijden, dat vind ik wat lang. En de reden dat zo. Ik kleef. Nee, de kleef is geen drive. Nee. Oh. Nou, dat was een goed begin, zeg maar. Maar kleef heeft geen drive. Nee, maar je hebt wel meerdere McDonald's in kleef. Ja, die weet ik allemaal niet te vinden, hè? Dus dat is dan alweer lastig. Google net, maar sowieso ligt kleef vrij laag bij het water, dus ik weet ook niet of het daar allemaal open is. Het is belangrijk om te weten dat ik al iets meer voor de kerk van het idee. Dat is jammer van de spin. Ik ben gisteren de brug overgegaan bij Arnhem. Maar het water staat ook daar al vrij hoog en het heeft nog niet eens de piek bereikt al daar. Dus dat is spannend. In Renen, waar ik dan woon, waar ik eigenlijk niet meer online, maar ook doe ik aan, is de Rijn ook al aardig aan het uitbreken. Campings worden al preventief ontruimd. Ja, dus ja. We gaan weer terug naar 1995. 1995, 1993, 1995 was het jaar dat mijn tante, oom en nicht bij ons gelogeerd hebben. Die wonen in Kersen. Het huis is ook daadwerkelijk ondergelopen. Gelukkig een huurhuis, dus dat was 2 weken later wel weer fixed. Maar goed, ja, was wel gezellig. Alleen was mijn nichtje toen, die zat in een rolstoel. En die liep dan op krukken een beetje door het huis heen, omdat ons huis natuurlijk niet aangepast was voor een rolstoel. En toen viel ze op mij en dat deed toch vrij zeer. Ik was toen 5. Zij was toen 19 of zo, denk ik. Maar je hebt er nog steeds wel last van dat het zo diep zit. Nou nee, ik dacht ik vertel een leuk verhaal, want tijdens de trainingprogramma's over Formule 1 heb ik natuurlijk lastig. We kunnen natuurlijk even benadrukken dat George Russell gisteren vrij goed gekwalificeerd heeft. Ja, maar is dat niet eigenlijk voor stof voor morgen, voor de podcast? Nou, morgen gaan we het toch niet over de qualifying hebben van de sprint qualifying. Morgen zullen we het meer over de sprint qualifying hebben. Ik vind het echt je bent erover begonnen, dus nu is het hek over de dam, het schaap over de dam. Ja. Ik snap er helemaal geen kloot meer van. Dus je rijdt vandaag gisteren op rood en dan morgen mag je doen en laten wat je wil. En op welke banden moet je dan starten? Mag je dan gewoon nieuwe banden pakken? Morgen mag je nieuwe banden pakken, vandaag mag je nieuwe banden pakken. Vandaag is 100 kilometer, dus dat zal rond de 24 ronden zijn. Ik weet niet precies hoe lang Silverstone is. Maar ik denk dat iedereen vandaag toch in principe op de mediums gaat rijden. Nou, het enige spannende daaraan is de long run pace van de Red Bull, wat beter dan de Mercedes. Dat is niet waar. Ja, dat is wel waar. Nee. Ik heb Red Bull en voornamelijk Max geen longruns zien maken in de vrije training. Max heeft longruns gedaan in de soft. En Perez was in principe langzamer dan Hamilton. Maar Max is altijd sneller dan Perez. Dus als je het verschil tussen Perez en Max in de gemiddelde longrun uitrekend op de longrun van Hamilton, zou Max sneller moeten zijn dan Hamilton. Max had natuurlijk onderstuurproblemen en Park Vermee is al gesloten, grotendeels, dus dat is lastig. Maar goed, ze hebben dus eerst nog FP2 te rijden straks. Ja. En er is geen site die mij weet te vertellen hoe laat die sprint qualifying begint. Dus ik hoop eigenlijk half 7. Half 7? Ja.
Half zes, sorry. Half zes, dat is een rare tijd. Maar dat kan wel, dan zorg ik dat ik vergeten heb. Gisteren was ik erg moe, dus de beloofde Breaking Point stream is niet gekomen. Ik heb vannacht iets beter geslapen, dus met een beetje geluk na de sprintrace gaan wij gewoon verder met Breaking Point. Maar goed, en anders doen we dat wellicht vanmiddag. Heb jij het eerste trainingsprogramma afgerond, Davy? Nee, het lukt me weer niet. Oké. Ik ben begonnen dit keer met een kort programma, de bandenslijtage. Ik ga nu de baanacclimatisering doen. Het voordeel dat ik geen schade meer aan heb, is dat ik niet hoef te wachten omdat ik op vloerpot gereden heb, is winst. Maar ik heb de eerste punten voor onze ontwikkeling wel al binnen. Ik heb zoveel moeite met remmen. Maar automaat. Het slaat helemaal nergens op. De rem is iets aangepast. Je moet, ik denk zelfs iets eerder gaan remmen en iets meer trilbreking toepassen. Insturen terwijl je remt is vrijwel onmogelijk. En de achterbanden blokkeren wat sneller. Dus althans, dat is mijn ervaring. Ik stream gewoon casual, dus het zou zomaar kunnen dat ik wel degelijk de ABS aan heb. Ik race wel alsof ik de ABS niet aan heb, maar feit is dat het gewoon aan staat. Misschien moet ik daar een aanpassing aan doen, dat ik gewoon niet... Ik heb nu echt heel veel dingen uitstaan natuurlijk en ik ben niet de beste rijder. Dat het zelf te moeilijk maakt, maar ja, goed, als je dat niet doet, dan leer je er ook niet van. Nou, ik heb dus van 2006 tot en met 2019 altijd met volledige traction control en ABS gereden op de controle. Ik ben vorig seizoen begonnen met minder traction control en de ABS dan uit. Maar ik kan je vertellen dat de learning curve... als je dus al 20 jaar iets doet, vrij groot is om dat aan te passen ten opzichte van het leren op die manier. Puta Max! Dat is hetzelfde als dat ik om mijn 12e begonnen ben met autorijden. Dan ga je rijexamen doen en dan ga je dus rijexamen doen alsof dat je dus op je 12e hebt leren autorijden. Mijn instructeur was alleen maar bezig met dingen af te leren in plaats van met dingen aan te leren. Oh. Dus dat is lastig. Gewonnen. Verder was dat gewoon op privéterrein, even disclaimer. Dus ik heb niet op de openbare weg gereden vanaf mijn 12e. Wat een race. Dat man. Hij snoert de critici de mond met een geweldige prestatie. Oh jongens, ik heb die eerste opdracht gedaan. Nou, ik zit echt met dichtgeknepen billen weer. Het was alleen even geleden. Geweldige race van Akkerman en een stel. Ik zit er lekker in. Ik moet wel zeggen, die baanacclimatisering moet je door die poortjes rijden. Beter van wat het denk ik. Ik vind het moeilijk te zien met mijn cockpit view waar die poortjes zitten. Maar ik heb vrijwel alle poortjes paars. Ik heb er 2 groen. Dat werkt niet. Dus dat is winst. Het enige nadeel is dat je dus ook niet terug kan gaan naar de garage. Je moet er daadwerkelijk heen rijden als je met de 2 rijdt. Echte leven meegenomen. En op zich is dat niet zo'n probleem, waren het niet dat ik dat doorgaans niet onthouden pit in te gaan. Dus dan moet nog een rondje. Dat is weer allemaal extra slijtage natuurlijk. Hoe Norris normaal zijn champagne spuit. Ik ben wel blij dat hij de shoe in. En even terugkomen op de sprint qualifying. Wat mij dus tegenvalt is, je hebt een kwalificatie. Dan heb je een sprintrace die je geen sprintrace mag noemen, want het is een sprint qualifying. Maar waarom heet de kwalificatie dan kwalificatie? Dus je hebt nu eigenlijk 2 kwalificaties. Snelste ronde vandaag. Had je dat verwacht? Ja.
ga zeggen we niet, want in de Alfa Romeo is dat toch eigenlijk gek. Oh, ik ben nu iets anders aan het doen. Ja, dat is... Hey, hoe is het moreel? Team tevreden? Ja, we hadden ga ik zeggen. Want ik deed Willem Alexander om geweest. Maar je moet houden. Dat is in reden nou niet. Dankjewel voor je tijd. Fantastisch. Maar goed, uitbundende prestatie in Nederland voor het thuispubliek. Hoofdstuk 10 zullen wij de volgende stream doen. En die gaan heel even dan vinden. Hoeveel hoofdstukken Breaking Point heeft? Breaking Point staat er niet. Oké, hey man, dank je. Dank. De prestaties van diezelfde dingen. Jammer dat je teamgenoot. Ja, geen idee. Nou, hij is nog maar één. Jochie dat bij Ferrari gaat. Men zegt het. Er toch nooit. Nee? Kun je geheim? Ik ben benaderd. Echt? Gefeliciteerd. Maar de gesprekken verlopen goed. Dus jij moet nog even met Jackson door één deur. Ja, we kunnen prima samen vinden. Dat is niet wat ik heb gehoord. Oh? Ik sprak net een van je monteurs. Die zei wat hele interessante dingen over Jack. Een probleem is, of niet? Wij zijn ongeveer. Zoals ik. Top rek. Dus, ja, toen zal ik denk maandagavond of dinsdag. Hartstikke gezellig en tot de volgende.